Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. En jongens, vandaag moeten wij onze persoonlijke kwakzalvers even gaan volgen. Oh god, dat bordje zit mij niet zoveel. Pirates, beware. Gelukkig dat ik geen piraat ben, hè? Nee. Eens even zien. Wat? Hebben ze dit gewoon hier aan de pier hangen? My god, die Cubanen, die sporen echt niet. Oh, misschien kunnen we wel even een doosje met Cubaanse sigaren meenemen. Oh, dat zou cool zijn. Denk je niet dat de plaatselijke autoriteiten deze gast met zijn mooie blauwe pakje en zijn zwaarden er zo even uit gaan pikken? Nee, het is gewoon een bodyguard. Who gives a shit? Oh, hi meneer. Ik ben echt niet een of ander moordenaar of zo. Steed Bonnet. Oké, die moet ik eens volgen. Oké, weet ik de naam van die Quibus ook eigenlijk een keer. Valt mij ook nu pas op, hè. Veel politie hier. Tenminste, ik neem aan dat die rode dingetjes politie zijn. Ja, ik denk het wel. Want dat was ook zo in dat voorstukje bij de vorige aflevering, zeg maar. Nou, waar gaan we eigenlijk in godsnaam heen, man? Ik heb er geen zin om uren te lopen. Ik neem wel een knol mee of zo de volgende keer. Nou, in dit geval hier een kameel, maar goed. Zwaardjes kopen, moeten we zwaarden kopen. Oh, blacksmith. Hallo meneer de blacksmith. The fuck, waarom gloei jij? Waarom kan ik jouw skelet zien? Klim. Oh, bitch. Kijk, ik hang aan je kraampje. Wat ga je eraan doen? Hè? Ik hang aan je kraampje. Jee, yeah, ik hang aan je kraampje. Oei, ik hang aan je kraampje. Oké, goed. Oh, ik kopen. Oké, ik moet kopen van hem. Oké, ik dacht dat ik gewoon op zijn kraapje mocht gaan klimmen. Zwaarden. Oké, wel, laten we een zwaardje gaan kopen vandaag. Britse korte lassen. Eens even kijken. Kunnen we wat meer kopen? Oh, is allemaal veel te duur. Wat is het duurste zwaard in game? Dat wil ik wel eens even zien. Oh, officier. Want dan ben ik mee uitgerust. Pruh. Oh, dit is cool. Officiersrapiers. Dat is wel heel duur, maar wel heel cool. Eens kijken, die wij willen kopen kost maar 800. Dit is de Britse korte lassen. Of lassen. Lasses. Nou. We nemen hem. Ja, koop maar. Je in je voorwerp gekocht. Jongen, heb ik er nu gewoon twee? Ik zie er wel uit dat ik er twee van heb. Laten we eens even kijken. Connor. Of waarom noem ik hem Connor? Duncan. Pak je dingen eens even. Pak je zwaarden eens even, jongen. Yeah. Duncan, je zwaarden, die zijn echt epic. Tenminste, als ik ze een beetje goed kan zien. Ah, there we go. Het ziet er wel cool uit. Waar moeten we heen dan? We moeten natuurlijk achter die nozen maar aan. Eens even kijken. Nou, meneer, waar bent u? What the fuck? Moet ik hier naar boven op? Bereik de top van de kerk. Ik moet echt leren om naar die berichtjes te kijken. En nou, kom op, hup. Gaan we even Spider-Man spelen of niet? Nou, we kunnen hier niet verder. Oké, kunnen we hier langs dan? Allee hopla en allee hopla. Heel elegant. Valt ook geen politieagent op. Nou, kom op, hup. Kun je niet verder dan? Oh, wat een nozem toch ook. Nou, kom op, hup. Spring dan. Ja. Spring dan daarheen. Nou, kunnen we dan niet heen horen vanaf hier? Of moeten we nou per se dan... Hoe moet ik de top van de kerk dan bereiken? Dan in de naam van alles wat heilig is. Oh, there we go. En nu? Oh, kijk, nu kan ik hier langs. En nu kunnen we hierheen. En nu kunnen we nog een hoger. En nu daarop. En nu hupla. En dat. Moet je kijken. Jonge Batman heeft niet van deze skills. Opdonderen, kutkanari. Uitkijkpunten. Onthul de kaart door uitkijkpunten te bereiken. Druk op B om de omgeving te bekijken. Oké. Tan. Oh, moet je hem cool zien zitten daar, jongen. Coole banjo muziek op de achtergrond. Oh. Verzet je niet dekzak. Oh mijn god, die gaan ze nou weer beroven. Dodensprong. Druk op RC en A. Oké. Oh ja, dat wist ik al. Maar goed. Nou, dat is ook niet echt aardig dunken. Maar goed, ach ja, je moet doen wat je moet doen, hè. Om iemand tegen te houden, wat dat betreft. Kom op, hup, chase de man. Oké, ik zie allemaal berichtjes hier. Maar het zal allemaal wel. Te veel informatie voor iemand om te handelen. Nou, kom hier, meneer. Kom hier dan, hè. Kom dan.
Jongen, ik zit je bijna op de hielen. Kom hier. Kom dan, hup. Kom met me. Wat doe je nou? Zakken wassen, nu zijn we hem kwijt. Jezus, hé. Hey. Oh, serieus? Denk je serieus dat je dat beter kan dan ik? Ik ben fucking Duncan. Au! Hup! En hup! Ja, van onderen. Oké. Okay. Die is dood. Oké, okay. Beroofde zakkenroller. Oké, okay. Best wel ironisch. Nou, beroof hem dan ook. Goed zo. Oh, we hebben 15 R gevonden en een rookbom. Oh. Nieuw doel, ga naar State Bonnet. Moeten we nog winnen die lul aan eens. Jongen, jongen. Ja, berg niet meer op Connor. Dit... Oké, okay, ik moet echt ophouden om die gast Connor te gaan noemen. Dit schiet niet op, dit. Ja, kunnen we niet gewoon... YOLO! Oké, okay, goed. Ik moet leren dat ik hem Duncan noem. Wat de fuck, een of andere rare kat hier of zo. Nou, zo. Hup. We zijn er al lang voorbij. Halle hopla. Jongen, we zijn in het fucking circus hier. Zo fucking Batman. Wat? Ga naar State Bonnet. Jongen, dat wil ik wel. Huppakee. State Bonnet, hallo. Nee, ik wou niks zeggen. Die gast, die hakten we zo in moeitjes. Ja, waar zijn we? Badhuis. De kroeg, zo te zien. Ach, geweldig. Ik ga wel een biertje gebruiken. Ja, daar hebben we de plaatselijke hangclub. Hé, hey, heeft dat ding bij zich. Nassau. Ik schiet vrot, bitch. Knokke kroeggevecht. Nou, dat is bloedneus. Ja, goed. Nou, pak je degens maar eens even, want dit gaat interessant worden. Even kijken, ik zou toch zweren dat als ik op iets druk, dat ik aanval. Oké, okay, nou, dan moet ik ze voor ontslaan. Ik dacht dat ik met een of ander raar knopje mijn inventory kon openen. Maar dat is GTA Shizzle, dat kan bij dit niet. Tenminste, niet voor zover ik weet. Zou het kunnen eigenlijk? Hup, maar godverdomme, jij hoer. Jongen, B tegenaanval. Ga dan in de tegenaanval. Druk op B voor een tegenaanval. Hup. Ja, had je idee, ja. Verwond hem. Ja, oké. Okay. Knockout. Hup, ja, had je idee. Die zijn we kwijt. Nog tegenaanval, oké. Okay. Hup, ja, ja, toe man. Die is ook kassiewijlen. Ja, jij ook. Die staat reed voor, man. Hup, huppakee. En jij nog. En jouw nek is kapot, skewdels. Oké. Okay. Vermoorden. Dit is een knop om iemand te vermoorden in deze game. Dat is cool. Zo, plaatselijke pruikenclub. Komt ook even opdagen hier. Engels hond. Zwijnhond. Rookbom. Gebruik om de rookbom te selecteren, druk op I om hem te gebruiken. De rookbommen zorgen ervoor dat de vijanden de paas kan uitschakeld zijn, zodat je hen kunt vermoorden of ervoor door kunt gaan. Oké. Okay. Jongen, fucking, ja, oké, okay, dit wil ik, ja. De vandoor. Fucking Batman uitkomst hier. Jongen. Hup, klim. Zo, die zijn als het goed is kwijt zometeen. Verschuil je in hooistapels. Hup. Godver. Haha, can't see me, bitch. Je weet niet waar ik ben. Ik zit ook echt niet in een hooistapel of zo vlak naast je. Moet ik die gewoon blijven zetten? Wat? Ik ben gezien. Wat? Hoe kan dit?
En ik heb geen rookbom. Help, nee. Stik me niet dood, please. Hoe konden ze me zien? Die andere incompetente zakken waar ze die zag mij niet. Maar deze gast wel. What the fuck? Ja, zwaar dat. Kom maar. Hup. Ik zal mij verdedigen. You shall not kill me, bitches. Hup. En... missie voltooid. Wat? Hè? Wat heb ik? Oké. Ik heb kennelijk gewonnen of zoiets. Ik moest ze killen. Ik vind het prima. Mij hoor je niet. Zie je wel, geweld is dus inderdaad het antwoord. Ik wist het wel. Hou RB ingedrukt op het informatiepaneel. Oké, RB. Dit dus. Oké, dat is dat. Oké. Ja. Moeten we nou dat grote uitroepteken of zo? Nou, weer wat ik gewoon ga doen, jongens. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Beetje een korte aflevering, maar vorige aflevering was enorm lang. Dus het zal allemaal wel een beetje goed zijn. En waarom gaat iedereen dood als ik bij ze in de buurt kom? Boah, ik heb een hele slechte invloed op jullie. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Als jullie deze aflevering hebben genoten, dan vraag ik maar één ding. Even een like achterlaten, jongens. Dat helpt mij zo enorm veel. En jongens, als jullie meer Assassin's Creed 3 willen, moeten jullie even abonneren. En je moet me even volgen op Twitter, want dan zie je alle updates over deze serie. Wanneer ze worden geüpload, of ze worden geüpload. En dan gewoon wat random informatie rondom de serie. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.